wat zijn we dan toch allemaal aan het doen? Ja, we gaan een rondje rijden door de gemeente Haren, want dit moeten we koesteren. Want het kan misschien niet zo lang meer. Zo, Floyd, we zijn in Haren. Tijd even voor een moment rust, bezinning. Waarom moeten we nou zo rustig aan doen? Dit zijn de laatste verkiezingen van de gemeente Haren. Want hij wordt opgesplitst of gaat bij een andere gemeente. Ja. En veel inwoners vinden dat niet zo erg. Gaan we opsplitsen? Ja, wat mij betreft wel. Het had voor mij niet gehoeven. Waar wilt u bij horen dan? Vught. Nou, als ik dan toch moet kiezen, dan had ik wel graag naar Oosterwijk gegaan. Ja. Best wel over nagedacht natuurlijk. Nee, ik ben van huis uit Tilburger, dus het interesseert mij niet zoveel wat er met Haren gebeurt. Maar via social media kregen we contact met Ton. En die vindt dat wel erg. Financieel, maar ook meer, hè? Nou, vooral een gevoelskwestie. Hij is een Harenaar, dat blijft hij ook natuurlijk. Maar voor zijn gevoel gaat dat toch echt veranderen zometeen. Haren is punt 1 natuurlijk de tuin van Brabant. Dus ja, het is een heerlijke gemeente om te leven. En dan roept er iemand vanuit de provincie, het is een zwakke gemeente, het moet opsplitsen. Dat is onzin. Zwakke gemeentes die worden opgeheven, dat is logisch, dat gebeurt. Maar Haren een zwakke gemeente, nee, absoluut niet. Ondanks dat u bent geboren in het plaatsje Haren, wordt u daar dus misschien wel Bokstelnaar? Ja, god, dat zal toch niet zeker? Ik vind Bokstel een prima plaats, niks mis mee. Maar ik zou er nog niet dood gevonden willen worden.